Wij begrijpen nog steeds niet wat verkeerd is aan onze spotje. Dit zegt Sharda Ganga, directeur van Stichting Projecta, in gesprek met onze nieuwsdienst. Ganga vindt het vreemd dat een tv-spot van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, BINI, is geweigerd door de directie van de STVS. In deze korte video wordt gepleit voor een wet openbaarheid van bestuur. Ganga meent dat de redenen die zijn aangegeven door de directie van het station kant nog wel raken. We vinden het jammer dat ons staatsmedium het weigert, omdat het een staatsmedium is en dus ook betaald wordt van belastinggeld, met andere woorden ook uw geld en mijn geld. We gaan geen ruzie maken met de STVS, we hebben gewoon verteld wat er is gebeurd. Het wordt uitgezonden op andere stations en het wordt verspreid via social media. En we vinden het alleen, als het niet zo pijnlijk was, zou het grappig zijn. Dat juist een spotje waarin je als burgerinitiatief oproept voor meer openheid en openbaarheid van bestuur. En je wil weten wat, hoe besluiten worden genomen en je eigenlijk vraagt om je recht. Dat juist dat spotje wordt geweigerd op basis van heel rare, onduidelijke, tenminste voor ons onduidelijk, misschien voor de directie van de STVS heel duidelijke redenen. Dat juist dat wordt geweigerd en... ja, het is ironisch, zeggen we. Steven Rodriguez, die sinds kort de schepster zwaait bij de STVS, vindt dat deze kwestie zwaar overtrokken wordt door het burgerinitiatief. Er is volgens Rodriguez geen sprake van censuur. De STVS heeft een bepaald beleid nu. En we hebben dat ding bekeken en we hebben gevraagd. We hebben niet gezegd. We hebben gevraagd, mevrouw Ganga. Kunt u dat doen? Nee, mevrouw Ganga vond dat niet. Dus ze is op de strip blijven staan. En dan moet ze maar doen wat ze goed vinden dat ze moet doen. Toch? We komen aan niemand's product, maar we hebben ook een beleid die we hebben uitgestippeld. En die te respecteren op dat gebied. Ik kom naar mevrouw Ganga, dat ding, maar we hebben gevraagd. Het beleid van de STVS is eentje waarbij wij screenen op de inhoud. En dat is het gewoon. Wat zijn jullie aan die man? U hoorde STVS-directeur Steven Rodriguez in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst. Dat het spotje van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur BINI is afgekeurd, is volgens hem geen censuur. Rodriguez zegt dat de spot wel wordt afgedraaid indien de beelden van het kabinet van de president worden verwijderd.